Vieren we carnaval in februari of schuiven we het door naar de zomer? Ik denk dat we doorschuiven naar de zomer. Ik hoop wel dat het volgende week allemaal weer los mag. Ik zou zeggen nu vieren, zo snel mogelijk. Ja. En waarom? Nou, ik kunt het wel blijven uitstellen, maar het heeft lang genoeg geduurd allemaal. Ja? Het zijn we alleen maar aan doen. Absoluut niet. En waarom niet? Ik kom uit het westen van het land en daar zijn wij niet mee opgevoed. Ik ben blij dat ik buiten een beetje kan lopen, dus verder is nee. Geen Polonaise? Zit er niet meer dan. Geen Polonaise voor u? Nee, niet meer. Oké. Okay. Dus, ik zou zeggen gewoon nu vieren, ja. Nou, we hebben nog niks gehoord. Ik hoop dat het doorgeschoven wordt. Ik denk dat het heel afhankelijk is van wat er volgende week besloten wordt. En waarom hoop je dat het doorgeschoven wordt? Ja, ik ben bang dat het niet doorgaat namelijk. Dus ik hoop dat er toch iets komt. Zijn we wel aan toe, hè? Goed, dat zijn we zeker. Niet naar de zomer, want dat is niks. Het moet gewoon blijven zoals het is. Van oudsher is carnaval natuurlijk een voorjaarsfeest. En ja, we zijn gewend aan tradities. Dus ik zou het eigenlijk willen laten zoals het was. Maar aan de andere kant moet je misschien mee met je tijd en flexibel erin zijn. Dus ja, als het zomer of najaar wordt. Het is een sociaal samen zijn, dus ja, waarom niet? Ja, ik zou daar gewoon heel flexibel in willen staan. En toch dat iedereen plezier kan hebben. Omdat dat gewoon van altijd zo geweest is. Dus, traditioneel? Ja, vind ik wel. Het verhaal van het vasten, hè? Van het katholiek geloof, is 40 jaar voor het vastentijd. En dat hoort daarbij. Dus dat is gewoon een onderdeel van het geloof. En nou kan het dus niet. Ja, dus waarom dan de zomer pakken? Dan heb je andere leuke dingen om te doen. Qua weer is het sowieso beter, denk ik. En gezien de huidige tijd, denk ik dat het wel misschien wel verstandig is. Als het aan mij ligt, mag carnaval gevierd worden. Alleen ik heb twee dingen geleerd van mijn opa. Het is niet over geloof en politiek te praten. En in dit geval is het politiek, dus... In hoeverre is carnaval politiek? Nou, carnaval is geen politiek, maar corona wel. Ja. Ik ben helemaal geen carnavalmens, dus ik heb er helemaal geen mening over. Als Den Haag netjes zegt van jongens, het gaat niet, ja, zullen we dat maar gewoon met z'n allen aan moeten nemen. Geen idee. In de zomer, leuk, maar wat ik begrijp is dit traditie, dus moet het in deze periode. Doe lekker in de zomer, toch? Ja, mooi weer, kunnen lekker buiten vieren, dus ik zeg doen. Ik weet niet of er mensen zijn die belangstelling hebben om in de zomer carnaval te vieren. Geen idee, maar ik denk dat het dit jaar in ieder geval op de normale tijd niet zal gebeuren. Februari. En waarom? Een beetje traditie en het heeft... Weet ik niet. En ik denk dat iedereen toch een keer corona krijgt. Dus maakt eigenlijk niet uit of dat in de zomer is of in februari. Nou, laat het maar in februari blijven. Zolang het de corona is, niet meer vieren. Punt. Nou, het is toch carnaval, heeft toch met het geloof te maken. Het is 40 dagen voor Pasen. Dus daar kun je niet gaan verzetten. Als het moet, dan liever gewoon op de tijd dat het hoort te zijn in februari. Ja, ik denk dat het leukste is natuurlijk om het gewoon te vieren wanneer het ook gevierd moet worden. Dus dan zou ik zeggen februari. Ik denk naar de zomer. De zomer zijn er wel minder besmettingen. Dat is waar. Ja. Ik hoop gewoon dat heel erg dat door kan gaan en dat ze dan gewoon naar de zomer toe schuiven. Heb je nog even geduld? Ja, nou, dat eigenlijk niet, maar ja, ik hoop dat het gewoon door mag gaan. Iedereen heeft het ook ondertussen nu al gehad, dus ja, ergens zou het dan ook wel weer niet kunnen. Ja. Behoefte aan een feestje. Ja, dat ook. Dat ja. En dan maar door naar de zomer, dan dat we het beter door naar de zomer dan dat we het helemaal niet hebben. Dus ja. Ja, dat is waar. Ja. Nee, dat hoort gewoon in de winter en niet... Niet in de zomer. U bent klaar voor de carnaval? Voor de carnaval? Ja? Nee jongen, hebben we veel meer nodig. Nee, we moeten dat gewoon in de wintermaanden. En waarom vindt u dat? Ja, er zitten gewoon ingeburgd, hè. Dus, Zou u niet aan willen aanpassen? Nee, ik niet. Dus beter geen carnaval? Nee, wel carnaval, maar gewoon in februari of begin maart. En anders niet. Ja.